Alphen aan de Rijn heeft sinds dit jaar een semi-professionele wielerploeg. Onder aanvoering van Richard Vlasman en Hans de Bruin is het Vlasman Cycling Team opgericht. Je moet de juiste mensen bij elkaar zoeken en geef die mensen de juiste spullen. We hebben fietsen, we hebben een cycling service home. We hebben, je kunt zo gek niet bedenken of we hebben het. Banden, massageolie, auto's. Je kunt zo gek niet bedenken of het moet allemaal geregeld worden. En je hebt natuurlijk toprenners nodig, waaronder deze Wim Stroetinga. Hij is het absolute boegbeeld van de ploeg. Hij won dit jaar de Zesdaagse van Kopenhagen en behaalde podiumplaatsen bij de Zesdaagse van Rotterdam en Berlijn. Een aantal Nederlands kampioenen zit ook in de ploeg en wil in april voor de medailles gaan strijden op de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Ja, scratch kan alle kanten op. Maar als ik gewoon goede benen heb en goed gereden heb, dan ben ik tevreden. Maar het liefst zou ik podium rijden. Ik wil op het WK gewoon maximaal haalbaar uit mezelf halen. En gedurende het jaar zou ik het leuk vinden om een klassieker te winnen. Naast het individuele succes wil het Vlasman Cycling Team ook de topcompetitie op zijn naam gaan schrijven. Jasper Bovenhuis is de grote kanshebber op de eindoverwinning. Je hebt vlakke wedstrijden, je hebt wedstrijden bergop, dus in Limburg in dit geval. Je hebt een tijdrit. Nou, als je drie disciplines noemt, dan heeft Jasper ze alle drie in huis. Ja, het is een belangrijke competitie. Alle wedstrijden komen op televisie, op Eurosport. Worden samenvattingen van uitgezonden. Het is de bedoeling dat de ploeg volgend seizoen een continentaal team wordt. En dat is het op twee na hoogste wielerniveau ter wereld, achter de Pro Tour en de World Tour. Zijn we nu al continuwaardig? Misschien wat beter. Ik merk geen verschil met de laatste ploeg die ik gehad heb van Axen. Of van Koga. We hebben het fantastisch voor elkaar. We hebben het zelfs misschien nog wat beter voor elkaar als toen we met Koga rijden. En dat was al een topploeg. Het baanwielrenseizoen is inmiddels al 2 maanden aan de gang. En komend weekend begint ook het wegseizoen met de koers Brussel-Opwijk. Een paar overwinningen zou heel leuk zijn. En daar gaan we ook vanuit. En misschien een wereldkampioen. Maar nogmaals, er moet echt alles mee zitten. Het zou te gek wezen als ik in de wielersport stap. En we zouden gewoon binnen een jaar een wereldkampioen of een Nederlands kampioen. Die zitten er natuurlijk al in. Maar in de clubkleuren van Vlasman, om dan dat te doen, ja, dat zou wel heel mooi zijn.